Figo Wuitershammen haalde in de laatste 4 matchen 10 punten op 12. Trainer Fouad Kappa heeft die ploeg dus weer op de rails kunnen zetten. Vandaag kwam Name op bezoek. En dat Name kent een droomstart op het veld van de Wuiters. Na 9 minuten een kortgenomen vrijschop tussen Ahmed Gounsever en Jérôme Regnier. Die haalt verschroeiend uit van ver buiten de rechthoek en zijn bal gaat mooi in de benedenhoek binnen. 0-1. Lang kunnen de Walen echter niet profiteren van hun voorsprong, want nog geen 4 minuten later staan de bordjes weer in evenwicht. Steve de Ridder met de pas naar Tom van Hifte en die kan de gelijkmaker van dicht binnentikken. Net voor de rust komt Hamme bijna op voorsprong, maar Elian Beersaerts kan de kopbal van verdediger Ntame Junior nog net voor de lijn tegenhouden. Net na de rust komen de bezoekers wel op voorsprong. De bal kan niet weggewerkt worden in de 16 van Hamme en het is verdediger Ntame Junior die van dicht de 1-2 tegen de netten trapt. Twee minuten later zijn de bezoekers nog eens gevaarlijk. Nadir Sba kan alleen op doelman Baart afgaan, maar die heeft een prima reflex in huis. En zo voorkomt hij de 1-3. De Wuiters proberen een hele tweede helft op zoek te gaan naar de gelijkmaker, maar verder dan dit schot van Daniel Rodrigo de Oliveira komen ze niet. Het blijft dus 1-2 in het voordeel van Name, toch blijft trainer Fouad Kappa positief voor het verdere verloop van de competitie. We hebben één wedstrijd verloren na 5 weken. Dus ik denk dat we hebben nu nog 6 weken te gaan. En ik denk dat het niet zo lang zal duren dat we mathematisch gered zijn. Dus we gaan dat proberen om zo snel mogelijk te realiseren. Zodat we de resterende wedstrijden heel rustig kunnen spelen.